Jos B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De 55-jarige man uit Simpelveld wordt op 26 augustus aangehouden in Spanje. Bekijk een profiel van hem. B. staat al in 1998 in het dossier Verstappen. Hij wordt een dag na de moord staande gehouden door de marechaussee. B. fietst op dat moment langs de plaats delict. Hij wordt in het dossier opgenomen als passant. Voor een kleinschalig DNA-verwantschapsonderzoek in 2010 wordt hij niet opgeroepen. Ook blijkt dat B. een zedenverleden heeft. In 1985 pleegt hij ontucht met 2 10-jarige jongens. Het OM besluit hem een proeftijd van 2 jaar op te leggen. Omdat de zaak geseponeerd werd, verdween deze uit de archieven. Maar in een politieverhoor in de zaak Verstappen uit 2001 vertelt B. over zijn ontuchtverleden. Toch wordt hij dan niet aangemerkt als verdachte. Onduidelijk is waarom. Mogelijk omdat de politie over een grote hoeveelheid zedendelinquenten getipt was. B. komt in augustus 2018, 20 jaar na de mysterieuze dood van Nicky Verstappen, in beeld als verdachte bij de politie. Hij is een van de 1500 mannen die werd opgeroepen voor een DNA-verwantschapsonderzoek begin 2018. Dit onderzoek is een ultieme poging om de moord op te lossen. Nadat bekend wordt dat het DNA-onderzoek zal plaatsvinden, vertrekt B. richting de Franse Vogezen. Hij laat niets meer van zich horen. Het NIV onderzoekt DNA op achtergebleven kleding van B. Dit DNA matcht met sporen op de vindplaats van Nicky Verstappen. Maar B. is spoorloos. De politie vraagt in augustus 2018 om de hulp van het publiek. Wij zijn op zoek naar Jos 55 jaar oud. En dit is de man die wij verdenken van de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. 1500 tips stromen binnen. Op 25 augustus komt de gouden tip binnen. Een Nederlandse man zegt B. gezien en gesproken te hebben in Spanje, in de regio Barcelona. De Nederlandse politie alarmeert de Spaanse collega's en die weten B. op 26 augustus op te pakken.